Dit is mijn uitzicht. Ik verhuisde een paar jaar geleden van de Randstad naar een dorp in Noord-Holland. Anders dan in de stad is het uitzicht hier wijds en zien we een groot deel van de lucht. Daardoor viel het me op dat er vaak en veel vliegtuigstrepen te zien zijn. Het weerbericht spreekt dan meestal over sluierbewolking. Regelmatig bestaat die bewolking uit strepen en verwaaide strepen. Ik begon erop te letten. En ook tijdens zeiltochten op het Wad en het IJsselmeer zag ik die strepen. Op sommige dagen bestaat de bewolking alleen maar uit condensstrepen en de resten daarvan. En als je op die strepen gaat letten, zo kan ik u vertellen, zie je ze steeds meer en steeds vaker. Daarom besloot ik om eens uit te zoeken hoe het zit met die strepen. Zijn ze alleen maar hinderlijk of hebben ze nog meer gevolgen? De Eyjafjallajökull barstte in 2010 uit. Door de enorme aswolk moest het luchtruim een tijd worden gesloten. In de media kwamen berichten over opvallend blauwe luchten en stralend weer. En toeval of niet, toen het vliegverkeer weer op gang kwam, kwamen de strepen ook weer terug. Een fotograaf in Duitsland legde dit fenomeen vast. In maart 2020 nam het vliegverkeer ook enorm af door de coronacrisis. Het effect was direct te zien op satellietfoto's. Was het toeval? Nooit eerder waren de laatste 10 dagen van maart zo zonnig, terwijl de gemiddelde temperatuur laag was. Kwam die lage temperatuur door de heldere nachten? Ook april begon zonnig. Een enkel vliegtuig trok een streep door de lucht. Mogelijk blijkt hieruit dat de cijfers uit deze documentaire nog te optimistisch zijn. In de Tweede Wereldoorlog vormden de strepen een groot probleem voor vliegers. Hoe zit dat met die strepen? Hebben boeren er last van? Wat doet het met zonne-energie? Waarom komen de strepen nooit in het weerbericht? Hoe komt het dat we die strepen niet op lijken te merken? Dit is het verhaal van mijn zoektocht. It's important to take care of both CO2 emissions and contrails. De vluchten die uit die luchthavens vertrekken kruisen allemaal boven België en Nederland en daarom kan het hier soms heel druk lijken. Okay, so if there is one day with 10% less light, we would expect 5 to 10% less yield. Ik schilder vliegtuigstrepen omdat het me opgevallen is in de loop van de jaren dat we helemaal geen blauwe lucht meer hebben. Ja, we hebben nu eenmaal die 25.000 vliegtuigen in de lucht en er zijn er ook nog eens een keertje 10.000, 15.000 in bestelling. En die lusten maar één ding, dat is kerosine. Dus ja, ik weet niet of je dat sluierwolken moet noemen of gewoon maar toch condensbewolking. Maar eigenlijk is dit, ja, sluierwolken is een soort versluierend begrip. It's very difficult to make a prediction of contrails. Nou, ik denk dat mensen erop gaan letten als het relevant wordt voor ze. Dus dat zou eventueel kunnen in het weerbericht. Ja, want ja, ik ben zelf best wel een zonliefhebber. En als ik in de zon zit met mijn ogen dicht, dan voel ik met mijn ogen dicht of er een vliegtuigspoor voor de zon komt. Op het moment dat er vliegtuigsporen voorbij trekken, komt er minder zonlicht op aarde. Via een website van NASA bekeken we satellietfoto's. Dit zijn gewone wolken. Er is geen vliegtuigstreep te zien. Op deze foto zien we al wat strepen en hier is Nederland bedekt met vliegtuigcirrus. We telden de dagen met zichtbare strepen over de afgelopen 4 jaar en wat bleek? Gemiddeld waren er 168 dagen met strepen en gemiddeld waren er 33 dagen per jaar met extreem veel strepen. Op sommige dagen houdt de vliegtuigbewolking 10% van het licht tegen. Als we alle dagen met veel strepen optellen,
komen we uit op een geschat verlies van minimaal een halve tot een hele procent per jaar. Bezoekers uit streken met minder luchtverkeer, zoals Zuid-Amerika, verbazen zich over de enorme hoeveelheid vliegtuigstrepen boven ons land. Strepen die wij niet op lijken te merken. En dat terwijl de Hollandse luchten wereldberoemd zijn. Ik zocht schilders die strepen in hun landschappen zetten. Ik vond er wereldwijd slechts een handjevol. In Nederland vond ik Karel Stijn. Ik zocht hem op. Eerst zet je ze op en daarna moet je ze een beetje bewerken. Nou, gewoon eerst wat verf erop. En daarna het karakter erin. Ik heb nagedacht over waarom anderen geen strepen schilderen. En ik weet niet exact antwoord, maar ik vermoed dat sommige mensen het weglaten omdat dat mooier is voor het schilderij. En ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die daar helemaal geen aandacht aan besteden. Als zijnde iets wat er geen rol speelt. Hier zie je een schilderij van Gerrit Adriaans zoon Berkheide, genaamd de Gouden Bocht. En die ben ik nu aan het aanpassen aan de huidige tijd. Ik schilder vliegtuigstrepen omdat het me opgevallen is in de loop van de jaren dat we helemaal geen blauwe lucht meer hebben. En als je er bijna over nadenkt, dan merk je dat er ook heel veel licht weggenomen wordt. En dat baarde me eigenlijk zorgen. Wat ik hier geschilderd heb heeft als naam Hollandse luchten. Waarmee ik wil aangeven dat onze Hollandse luchten er tegenwoordig zo uitzien. Vroeger waren dat prachtige wolkenpartijen. En nu ervaar je heel vaak dat er strepen in de lucht getrokken worden die uitwaaieren tot sluierbewolking. Dit schilderij heb ik milieuzone genoemd. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat je weet niet wat er allemaal in die strepen zit. Waarschijnlijk allemaal restanten van verbrande kerosine en daaromheen gecondenseerd water dwarrelt over ons land uit, uiteindelijk. Tegelijkertijd worden we gedwongen om schoner te gaan leven en schonere auto's te gaan rijden. Maar ondertussen komen er wel honderden, misschien wel duizenden vliegtuigen per dag over die dit allemaal achterlaten. Dat is best wel vreemd. En ik denk ook dat het bijvoorbeeld het KNMI een weerbericht zou moeten geven waarin aangegeven wordt dat de wolken niet ontstaan zijn door een hoog luchtdrukgebied of door zand uit de Sahara, maar ook als het ontstaan is door vliegtuigbewegingen. Die andere gaat er doorheen. Ik weet niet eens of het klopt hoor, maar beter. Vliegtuigstrepen herkennen is niet altijd makkelijk. Soms zijn ze te ijl of zijn ze slecht zichtbaar. En soms zitten ze gewoon achter de wolken. In de polder heb je vrij uitzicht. Als je goed kijkt, zie je hier vrijwel altijd vliegtuigen in de lucht. Per dag komen hier tot wel 1900 vliegtuigen over. Sommigen maken duidelijke sporen. Maar is dit een streep? Of is het een wolk? En zijn dit gewone cirruswolken? Of is het vliegtuigbewolking? Vliegtuigen die in Engeland of Amsterdam opstijgen, zijn boven de Noordzee hoog genoeg om strepen te veroorzaken. En bij westelijke winden drijven die strepen over ons land. Met timelapse-opnames zie je het beter. En als je het contrast verhoogt, worden de strepen nog beter zichtbaar. En op sommige dagen zit alles dicht. Op de satelliet zijn in het westen en boven de Noordzee veel strepen te zien. De satelliet maakte deze foto in twee omlopen. Op timelapse-opnames zie je dat de strepen zich verplaatsen.
En omdat er steeds nieuwe bijkomen, lijkt het net een lopende band van strepen. Boven de gewone wolken zie je ook strepen en de resten van strepen. Daardoor blijft het ook bij korte opklaringen vaak grauw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden strepen symbool voor de strijd in de lucht. Op deze postzegels en op dit schilderij wordt dat herdacht. This is the new battlefront, the air front, from which we seek out the enemy. Higher and higher, climbing to reach your best operational altitude, 25,000 feet, 5 miles straight up. So high you can't be seen from the ground with a naked eye. Higher and colder, temperature 40 degrees below zero. Higher and higher into the lifeless stratosphere, until the exhaust of the engines mixing with the cold thin air condenses and streams the heavens with vapor trails. To the men in the ships, they're far from beautiful, for they point like beckoning fingers to the formation, signposts in the sky for the enemy to spot us. You can watch, but you can't go down to help. Keep your formation. Ja, het is interessant natuurlijk dat men in een oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, er al achter kwam dat vliegtuigen op grote hoogte van die sporen achterlieten. De officiële term is dan condensatiesporen of contrails. Maar ja, in de oorlogshandelingen is het niet handig als je zichtbaar bent vanaf de grond door zo'n lang spoor erachter. En een zekere wetenschapper, de heer Appelman, is daar actief mee bezig geweest. Hij heeft relaties geprobeerd te zoeken. Dus soms heb je omstandigheden die met vochtigheid en temperatuur te maken hebben, waarbij je helemaal geen vliegtuigsporen ziet, terwijl er wel van alles vliegt. Andere dagen vliegt er precies evenveel en dan wordt de lucht helemaal dicht getimmerd met vliegtuigsporen. Simpelweg omdat het dan hele andere omstandigheden zijn, zodat die sporen lang kunnen blijven hangen. Het is niet makkelijk om de overlast van het vliegverkeer te meten. Geluidshinder wordt berekend in plaats van gemeten. En de uitstoot van ultrafijnstof telt niet mee omdat er geen normen voor zijn. En stikstofoxide boven de 900 meter wordt niet meegerekend. Zo kan het vliegverkeer steeds blijven groeien. Zo nodig met de uitbreiding naar Lelystad. Vliegen is ook goedkoop. Er wordt geen btw gegeven op tickets en geen belasting op brandstof. Daarom vliegen we vaker en ook verder. Als je dus kijkt naar de hele reissector, dan wordt er voornamelijk met de auto gereden. En 22% ongeveer gebruik gemaakt van het vliegtuig. Maar omdat dat allemaal veel verdere reizen zijn, dus mensen met het vliegtuig per definitie een veel langere afstand afleggen, en omdat vliegtuigen relatief niet het zuinigst zijn, dan moet je echt bij bussen en treinen moet je gaan kijken. Betekent dat wel dat de luchtvaart iets van 50-55% van alle emissies in de reiswereld veroorzaakt. Wanneer je naar reisvrijheid kijkt in verband met het klimaatprobleem, dan zijn we natuurlijk wel nu fijn aan het reizen, terwijl de CO2 die is voor de toekomstige generaties en het klimaatprobleem wat ermee samenhangt heel duidelijk ook. Sinds we in Nederland, een jaar of drie zeg maar, echt een stevige discussie hebben over die luchtvaart. Hè. Dat is heel erg toegenomen, mede door Lelystad en alles wat eromheen hangt. En tegelijkertijd ook nog een discussie hebben gekregen over internationale treinen. Dat mensen wisten helemaal niet meer dat dat kon, lijkt het wel. Want
Afgelopen jaar blijkt het gebruik van de internationale treinen voor reizen door Nederlanders, dat blijkt met meer dan 25% in één jaar te zijn toegenomen. En het jaar daarvoor was er ook al een stijging van 10-20%. En als ik nou in de reissector een touroperator zou zijn, zou ik daar echt wel op inspringen. Want 25% groei in een productreeks, dat is echt heel veel. Het interessante is dus dat dat ook een enorme kans biedt om het reizen en het toerisme, om dat veel minder afhankelijk te maken van die enorme afstanden die we afleggen. Want het valt helemaal niet mee om aan te tonen dat jij gelukkiger wordt van een hele verre reis. Ik bedoel dat het geluk of het succes van een reis, dat dat afhangt van de afstand die je aflegt. Het is wel zeker dat als die afstand nul is, dan is er geen reis. En als die 5 kilometer, zal het voor de meeste mensen niet erg spannend zijn. Maar als dat een paar honderd kilometer is, dan kun je al in een omgeving terechtkomen die je echt nog nooit gezien hebt en die al heel interessant kan zijn. En als het een paar duizend kilometers is, dat eigenlijk gegarandeerd zo binnen Europa. Zeker omdat wij in Europa, wat dat betreft, wel gezegend zijn. Alle soorten landschap die je in de wereld hebt, kun je binnen Europa wel eens een beetje vinden. Tot en met stukjes woestijn toe. Dus ja, daarvoor hoef je niet per se de hele wereld over te vliegen. Vliegen is ook zo goedkoop omdat we de verborgen kosten niet meerekenen of we ons uitschuiven. De gevolgen voor het milieu zijn enorm. We weten dat CO2 zorgt voor het broeikaseffect. De kosten daarvan worden doorgeschoven naar volgende generaties. Eurocontrol in Maastricht zorgt voor een veilig luchtruim boven ons deel van Europa. Ze kwamen op mijn radar omdat ze diverse onderzoeken naar het vliegverkeer en vliegtuigstrepen ondersteunden. Op dagelijks basis hebben wij hier 5700 vluchten en dit komt neer op jaarlijks 1,9 miljoen. Hier in Maastricht werken we altijd boven de 7,5 kilometer. En als referentie, een vliegtuig uit Amsterdam naar het zuiden vliegt, klimt bij de Belgische grens ongeveer in de hoge luchtdagen. Soms lijkt het in deze regio heel druk en ik denk dat dat voornamelijk komt omdat de 4 grote luchthavens, Amsterdam, Parijs, Londen en Frankfurt, precies hier omheen liggen. De vluchten die uit die luchthavens vertrekken kruisen allemaal boven België en Nederland en daarom kan het hier soms heel druk lijken. Ik belde het KNMI. Daar weten ze alles over de atmosfeer, het weer en het klimaat. Ik kreeg het hoofdcommunicatie aan de lijn. Die zei letterlijk: bij het KNMI hebben we geen verstand van vliegtuigstrepen. En hoge vliegtuigbewolking noemen we gewoon cirrusbewolking. Want dat onderscheid was moeilijk, wist hij te vertellen. Hij gaf ook toe dat het KNMI jaarlijks 9 miljoen euro van Schiphol ontvangt voor meteorologische diensten. In Duitsland reageren wetenschappers gelukkig positiever. We zijn op weg naar het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart. Hier hebben we een afspraak met professor Dr. Bernd Kercher, een autoriteit op het gebied van onderzoek naar wolken en condensstrepen. Op de autobaan zien we het bewijs dat strepen niet alleen in Nederland een probleem vormen. My name is Bernd Kercher. I'm a cloud researcher here at the Institute of Atmospheric Physics at DLR in beautiful Oberpfaffenhofen. Come in, I'll show you more. Contrails are line-shaped ice clouds that form at the levels where the aircraft are cruising, typically at 8 to 13 kilometers. Now the engines of aircraft, of airplanes, emitting water vapor and soot particles. These are tiny solid particles. And as the exhaust emissions cool in the atmosphere and dilute, the soot particles attach water vapor in the form of a liquid layer and form liquid droplets. And because it's so cold outside at these altitudes, these tiny droplets immediately freeze and form a layer of thin ice cloud. And because the aircraft is moving so fast, this layer has a linear shape initially, and that's what we call a contrail. So depending on the temperature and humidity conditions in the air surrounding the contrails can be short-lived or long-lived. Short-lived contrails very often immediately disappear a few kilometers behind the aircraft. Long-lived contrails will stay in the atmosphere for hours, depending on the ambient meteorological conditions, and they are called persistent contrails when they live longer than 10 minutes, when they hang around longer in the atmosphere than 10 minutes. Because of their prevalence, at least in areas where a lot of air traffic is happening,
They have been recognized by the World Meteorological Organization as a man-made type of clouds. They call cirrus homogenitus in their Latin parlance of classifying cloud types. So this is a concession to the fact that there is increasing public awareness about contrails and their appearance in the atmosphere, and they, as they are clouds, they do exert an effect on the atmosphere and they have a climate impact. When persistent contrails evolve in the atmosphere, they tend to merge and overlap and spread out, becoming thinner and covering greater areas and forming layers of thin ice clouds, which we call contrail cirrus. And they might coexist and even form within natural cirrus clouds, which also are prevalent at these altitudes, 8 to 13 kilometers. And at times, these layers of contrails you can identify in satellite imagery very easily. They can cover areas of tens of thousands of kilometers in specific regions on the Earth, mainly Central Europe, the southeast of America, and other areas. We believe, on average, if you sum up over all contrails, all ages, and over a year, they lead to a warming of the atmosphere at flight altitudes. Door die strepen wordt het een beetje donkerder en wat warmer op aarde. Ook op bewolkte dagen houden strepen het licht tegen. We zien het alleen niet. Air travel volume is projected to increase 2 to 4-fold in the next decades. And then it's the perturbation becomes more relevant and more serious. So if you are interested in keeping the temperature targets on a long term, like in the Paris Agreement, there's no way around of cutting CO2 emissions. If you want to have a short-term solution that buys a little bit more time to find those solutions, then contrails are an option. Even if you cannot see contrails visually anymore from the ground because they spread out and become too thin, there are still remnants of ice crystals, of old contrail ice crystals, lingering in the atmosphere as long as the atmosphere is supporting them, producing an invisible, subvisible haze of ice crystals due to aviation emissions to old contrails. The soot emissions that make contrails can also interact with natural cloudiness when no contrails are involved in the first place. Wat je dus ziet bij vliegtuigen, hè, die vliegen vooralsnog op kerosine. Dat zijn koolwaterstofverbindingen. Nou, als je die gaat verbranden op de grond of op grote hoogte, dan komt er in de eerste plaats CO2 en waterdamp vrij. Dat zijn de grootste hoeveelheden. Een groot verkeersvliegtuig stoot gemiddeld 7 ton waterdamp per uur uit. Dat is net zoveel als de totale lading van dit blusvliegtuig. Maar in kerosine zitten ook andere bestanddelen en afhankelijk van het verbrandingsproces en misschien ook wel de zuiverheidsgraad van kerosine komen er ook andere stoffen vrij achter een vliegtuigmotor, zoals zwavelverbindingen, andere koolwaterstofverbindingen, heel belangrijk, ook roetdeeltjes, stikstofverbindingen. Dus een hele wolk van chemicaliën, maar ook CO2 en waterdamp komen er vrij. Afhankelijk van de atmosfeeromstandigheden blijft dat lang zichtbaar als een vliegtuigspoor. Ja, en het interessante is natuurlijk van, hebben die vliegtuigsporen dan een bepaald effect op het weer, of liever gezegd op de temperatuur? Afgelopen jaar werkte ik aan een vaargids. Daardoor was ik veel op het water. Het uitzicht bestaat vaak voor de helft uit water en voor de helft uit lucht. Droogval op het wat betekent rust en tijd om rond te lopen op verlaten zandplaten. En je hebt er tijd genoeg om naar de lucht te kijken. En ook boven het wat
zag ik een mengeling van gewone wolken, cirrusbewolking en strepen. Als je erop let, zie je de strepen. Ik vraag me af of ik de enige ben. En waarom? Ben ik soms geobsedeerd? Ik vraag het aan een docente cognitieve psychologie. Of je obsessief met die contrails bezig kan zijn, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat als iets relevant is voor je, dan zal het automatisch de aandacht trekken. Mijn naam is Manon Mulkhuizen. Ik ben universitair docent bij de afdeling cognitieve psychologie hier in Leiden op de universiteit. En ik doe onderzoek naar aandachtsprocessen en visuele waarneming. Nou, ik weet zeg maar van het bestaan van contrails omdat ik een schilder ken, Lieve Hendricks, die schilderijen maakt. Dus we hebben het daar vaak over gehad, over contrails in de lucht. Maar en ik denk ook dat aan wolken en ook die contrails trouwens, zeg maar, er zit echt een esthetisch aspect aan, maar ook iets romantisch. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een fabriek waar al die rook wordt uitgestoten. Ouders noemen dat tegen hun kinderen, zeggen ze, kijk, de wolkenfabriek. Dus het heeft eigenlijk helemaal niet zo'n hele negatieve connotatie. Ook het is wit. Stel nou dat er zwarte strepen uit zouden komen, dan zou dat al veel dreigender zijn. Minder esthetisch ook om te zien. Ook op het IJsselmeer hangt vaak bewolking. Zodra je je zonnebril opzet, zie je de strepen achter de wolken beter. Visuele waarneming lijkt heel rijk of is heel erg rijk, maar je bent je niet overal bewust van. Dat kan ook niet, want dan zou je veel te veel moeten verwerken. Dus het is noodzakelijk om ergens aandacht op te richten, om er bewust van te worden. En je richt je aandacht zeg maar, op meerdere manieren kan dat. Je kan dat heel vrijwillig doen. Zeg maar, als je ergens over straat loopt, dan moet je natuurlijk je aandacht richten op de weg waar je loopt. Of als je een trappetje afloopt, dan kijk je naar beneden. Of je aandacht wordt getrokken door iets wat heel opvallend is. Nou, de lucht is over het algemeen en bewolking niet heel erg opvallend. Maar over het algemeen zeg maar, kijken mensen ook niet zo snel naar boven, naar de lucht. En het trekt niet de aandacht. Ik merk bijvoorbeeld dat kinderen wel eerder erop letten en die wijzen ernaar en die zien het ook echt. Nou, ik denk dat mensen erop gaan letten als het relevant wordt voor ze. Dus dat zou eventueel kunnen in het weerbericht. Dan zou er eventueel kunnen worden gesuggereerd, morgen zou het zo kunnen zijn dat u veel vliegtuigstrepen ziet. En dan zijn er waarschijnlijk mensen die de volgende dag af en toe even in de lucht kijken en hun aandacht besteden aan de lucht om te kijken of ze die kunnen waarnemen. Maar andere optie is natuurlijk die strepen een kleur geven. Dan trekken ze zeker de aandacht. En de methode zou moeten zijn dat het relevant zou moeten worden voor mensen om ze op te merken. Maar ik denk alleen het opmerken op zich dat dat niet genoeg is. Wel als dat wordt gekoppeld aan zoiets als luchtvervuiling. Dus dat het slecht is voor de luchtkwaliteit. Dan zou ik denken dat mensen er meer incentive hebben zeg maar, om erop te gaan letten. En denken, oh ja, er wordt wel heel veel gevlogen hier. De afgelopen jaren is het zonniger geworden in Nederland. Na de invoering van roetfilters en katalysatoren is de lucht schoner geworden. Daardoor was het minder vaak mistig. En dat resulteerde in meer zonuren. Maar ook in de tussentijd is het luchtverkeer gegroeid. En de verwachting is dat dat nog wel een poosje doorzet. De nieuwe wolken die daarbij ontstaan, hebben ook effect op ons welbevinden. Op de grens van water en land hangen vaak wolken. Ik zie ze ook boven het strand. De badgasten lijken er niet om te malen. Zouden die mensen anders reageren als de strepen een ander kleurtje hadden? Dat is precies wat ze in Duitsland deden. My name is Luca Bugliaro and I work here at the Institute of Atmospheric Physics. I'm an expert in satellite remote sensing. So usually when you look at the sky, you can see something like this, where you can see different contrails and also contrails that are spreading into larger clouds. With satellite, you can observe a much larger area
and also keep track of different contrails at different times. This one is a picture taken from the Meteosat second generation satellite. So at the first sight, you cannot see any contrails, but if you look in more detail, you have here another perspective at the same picture from this satellite. You can see that all these lines that are plotted here in red are contrails. The area covered by these contrails is really large. So it goes here over France, over entire France to Germany, and then also towards Great Britain. And you have really a lot of contrails. But this shows you that these contrails first can live for many hours, and also they are built over and over again. Of course, you can also gather different observations and try to make a sort of climatology. Again, here you see Europe, so it's France and Germany, the Netherlands and Great Britain. The more red you see, the more contrails have been found using our satellite algorithm. It shows that there is a high contrail coverage over Europe because there is also a very high air traffic. Het is maandag 23 december. Het is rustig in ons luchtruim. Er vliegt een late vakantievlucht van Cyprus naar Manchester. We zien een vliegtuig van Addis Ababa naar Dublin vliegen en een vliegtuig vanuit Tokio met bestemming Parijs. Een Gulfstream vliegt met onbekende bestemming van Engeland naar het vasteland. Op de Atlantische Oceaan komt de dagelijkse invasie op gang. Het zijn de vliegtuigen uit New York, Chicago, Miami en andere Amerikaanse luchthavens. Als we de beelden versnellen, zien we dat het luchtverkeer boven de Noordzee en Europa ook op gang komt. De vliegtuigen uit Amerika beginnen het luchtruim te vullen. Vannacht was het nog helder, maar nu wordt de lucht dichtgetrokken met hoge bewolking. Een paar uur later vertrekken de eerste vliegtuigen richting Amerika. Meteorologen en weermensen gebruiken de uitkomsten van computermodellen. In Europa is dat het model van het Europese Meteorologische Bureau. Voor 28 december voorspelde dit model hoge bewolking. En dat kwam op het weerbericht in de krant en op tv. Nog steeds een invloed van het hoge drukgebied. Wel wat hoge bewolking zal er morgen in de loop van de dag zichtbaar zijn. Maar de zon die zal toch zeker aanwezig zijn. Dus morgen veel zon, in het zuiden lang mistig en zondag droog en veel zon. Op zaterdagochtend was al hoge bewolking te zien. De timelapse-camera in mijn tuin legde het vast. Die hoge bewolking bleef hardnekkig. De satellietfoto toont sluierbewolking en heel veel vliegtuigbewolking. De dagen erna zat het ook dicht, maar in Parijs was het zonnig. Op wat hoge bewolking na. Hoe kan een ervaren weerman er zo naast zitten? Ligt het aan de weermodellen? Zelf reageerde hij niet op mijn vragen, maar ook Reinier van den Berg wist het niet zeker. Ja, het is zo dat in mijn dagelijks werk gebruik ik weermodellen om de weersverwachtingen voor de komende dagen en week te kunnen vertellen. En die weermodellen die zijn tegenwoordig super nauwkeurig en die berekenen ook de hoge bewolking. En nou is het een beetje de vraag of vliegtuigbewolking in het pakket van berekeningen zit van die modellen. Ik weet het niet zeker. Ik zou geneigd zijn om te denken dat we de omstandigheden weten waaronder die vliegtuigsporen lang blijven hangen. En het zou wat mij betreft vrij simpel en waarschijnlijk zijn dat die modellen dus daarmee kunnen rekenen. En dat die modellen op dagen dat ze veel sluierbewolking berekenen, dat dat voor een deel of voor een groot deel soms ook vliegtuigstrepen zijn. NASA-wetenschappers maakten een model. Daarmee kunnen ze de gunstige omstandigheden voor vliegtuigstrepen zichtbaar maken. Alleen lijkt het niet erg precies. Ondanks supercomputers, satellieten, weerballonnen en miljoenen meetgegevens zijn we niet in staat om die strepen te onderscheiden van natuurlijke cirrus. De weermodellen gooien alles op één hoop. Ik stelde mijn vraag ook aan Luca Bolgiaro. Well, it's like this, that a numerical weather prediction model, which is used for making a weather forecast, does really not consider air traffic and it also doesn't consider contrails. Yeah. So that's why when they say that there are no clouds, they really mean that there are no natural clouds. Yeah. But this is also a very
difficult topic for us. We are studying this as well. So this transition from the linear contrail into the contrail cirrus, as soon as you lose this linear shape, it is very difficult to say this cloud or this haze cloud, this cirrus cloud, originates from a linear contrail. It belongs to our usual picture, I guess. There were contrails also this morning. So you had clouds, but then you could see at the end where the large cloud ended, you could see a lot of contrails going in the same direction. A former colleague of us, which was Hermann Manstein, that produced this algorithm, so the first automatic contrail detection algorithm, he used to compare contrails to graffiti. It says when you go to a house and you paint a graffiti on it, then you will have picture complaining about this graffiti. But no one is complaining about the graffitis in the sky. En ook de wetenschappers van het Europese Weerbureau bevestigden dat hun modellen gek genoeg geen rekening houden met het vliegverkeer. Ondanks die computers en satellieten zijn we slecht in staat om één soort veel voorkomende bewolking te voorspellen. De verdeling van de strepen loopt gelijk op met de verdeling van de vliegroutes. Amerika, Europa en een deel van Azië, daar wordt het meest gevlogen. En je ziet er ook de meeste strepen. In mijn dorp woont iemand die al jaren over zonne-energie en zonnepanelen schrijft. Ik bezoek hem op een zomerse dag met veel strepen in de lucht. Ik ben Vincent Dekker en ik ben journalist bij Trouw geweest. Ik heb daar een weblog over duurzame energie en over mijn zonnepanelen. Ik heb sinds 2011 heb ik zonnepanelen hier op het dak staan en sindsdien hou ik gewoon per dag bij en soms ook wel per uur bij hoe ze het doen. En toen is me wel eens opgevallen dat het bij bewolkte dagen veel slechter is en veel minder stroom van het dak komt. Maar ook op zonnige dagen als deze wil het nog wel eens tegenvallen. Toen ik dagen met een heldere lucht ging vergelijken met dagen met veel condensstrepen, viel het me op dat er soms wel 25% verschil in de opbrengst zit. Op satellietbeelden is te zien dat het op 15 februari geheel onbewolkt was. Op 14 en 16 februari was het ook onbewolkt, maar waren er wel heel veel strepen te zien. 15 zie je eigenlijk wat je het liefste hebt. Dat is nou, hier een klein beetje bewolking misschien nog, maar voor de rest is het een hele mooie bult. Egaal ook, zonder rafelrandjes op een enkeling hierna. En dan heb je 16 februari een heel ander beeld. Dan zie je plotseling van, hey, wat is dit gek. Terwijl het een ook zonnige dag had moeten zijn, was het ook. Maar er zat van alles en nog wat in de lucht aan vliegtuigen. Hier zie je de opbrengst van 15 februari. Dat was een hele zonnige dag zonder problemen. 6,78 kilowattuur. Voor februari heel netjes. Dan staat de zon nog vrij laag. In de zomer heb ik meer, maar goed. Maar de volgende dag was ook een hele zonnige dag. Maar met veel van die condensstrepen was het maar 5,12. Dus dat is toch gauw een, nou ik denk even uit mijn hoofd gezegd, 20-25% verschil. Ja, hier zie je dus het weerbericht heel in het kort voor vandaag van het KNMI. En die heeft het over zon- en sluierwolken. Nou ja, we weten inmiddels dat die sluierwolken niet spontaan zijn ontstaan, maar dat die echt komen door de vliegtuigen die over ons hoofd vliegen. Want je ziet gewoon onmiddellijk het effect daarvan. Dus ja, ik weet niet of je dat sluierwolken moet noemen of gewoon maar toch condensbewolking. Maar eigenlijk is dit natuurlijk, ja, sluierwolken is een soort versluierend begrip. In petto zit TNO. Ze doen onderzoek naar de alternatieve energie. Hun metingen van die dagen komen overeen met de onze. Ook het RIVM meet de dagelijkse zonkracht. Op 14 februari zagen zij ook een verminderde opbrengst van 10%. In Nederland staat op dit moment 7 gigawatt aan zonnepanelen opgesteld. Op dagen met veel strepen kan de opbrengst dus 10% lager zijn. Dat kost, afhankelijk van het jaargetijde, zo'n 600.000 euro per dag. Met weersverwachtingen van zonnepanelen hebben we algemeen geëxperimenteerd, want steeds meer mensen gebruiken dat. En in de toekomst mag je waarschijnlijk niet meer salderen, oftewel terugleveren aan het net. En dan kan het misschien als zonnepanelenbezitter best handig te zijn om te weten dat er morgen een perfecte dag wordt, zodat ik morgen veel energie opwek.
Maar als je met veel vliegtuigbewolking dan wat minder opwek hebt, ja, dan zijn dat dingen waar je toch misschien rekening mee gaat houden. Wageningen University and Research is toonaangevend op het gebied van onderzoek naar planten en plantgroei. Om het terrein liggen kassen en proefvelden. Ik zie ook wat strepen in de lucht. Studenten van over de hele wereld volgen hier colleges. De voertaal is Engels. Professor Marcelis deed onderzoek naar effecten van licht op plantgroei. So for plants we often consider the 1% rule. 1% rule means 1% more light that you get 1% more growth of plants. Usually if you consider a whole year, for most crops that works reasonably well, that indeed 1% more light on an annual basis give 1% more yield. What we did do, we looked at data from experiments, also looking at statistical data from growers. We found that for all crops, in fact, the value was in between 0.5 to 1%. Most crops were close to the 1%, but for a few ornamental crops, they were a bit closer to 0.5%. Also, if you would look at field crops, you usually see that if you look at cumulative light levels, that 1% light gives about 1% more yield. It also means the opposite. If 1% less light would mean 1% less yield. Okay, so if there is one day with 10% less light, we would expect 5 to 10% less yield. So if the yield would be 1% less, that would mean many kilograms of fruits and vegetables. It would be less grass for the animals. It would be less potatoes, so less food, but also less ornamental plants. For a grower, 1% yield reduction can be a lot of money. Rond de vakantieperiodes vliegen we het meest. En die grafiek komt vrijwel overeen met het groeiseizoen van bijvoorbeeld gras. Dat kan betekenen dat juist als de planten het meest licht nodig hebben, er de meeste strepen zijn. Ik bel professor Philip Weiss in Oostenrijk. Hij deed onderzoek naar het effect van strepen op zonnepanelen. Een studie bij Gruber et al. Karlsruhe Institute of Technology. One of the conclusion is that the effect by up to 10%. And the annual reduction, is it realistic to think of a number between 0.5% and 1%? Could that be realistic or? It seems realistic, yes. Okay, it seems realistic. I would always be careful, careful concerning this statement, says some research is needed. Yeah. And the problem is that you do not get easily some money for this kind of research. There's some influence behind by the lobby, so it's difficult to say. Bij een verlies van 0.5% tot 0.5% aan licht per jaar kom ik met behulp van landbouwstatistieken uit op een schade van 2500 tot 5000 euro per bedrijf per jaar. Ik vond dat nogal wat. Dus ik stuurde mijn bevindingen naar Harold van der Meulen. Hij is bedrijfseconomisch onderzoeker bij Wageningen University and Research. Ik vroeg hem wat 0.5% of 0.5% verlies aan oogst per jaar zou kosten. Op die manier weten voor bedrijven gemiddeld wat de opbrengsten zijn die jaarlijks door een akkerbouw. Ja goed, en als je dan inderdaad dan iets op loslaat, dan kom ik uit op 2600 euro. Dat overzicht wat ik u stuurde, daar kun je ook bijvoorbeeld naar bloembollen of naar opengrondsgroenten toe krijgen. En ik zie bij opengrondsgroenten, dat is dan de volle grondstuinbouw. Dus daar ga je al richting de 500.000 euro aan opbrengsten bij 1%. Dan zit je al voor zo'n volle grondsgroentebedrijf ga je al naar 5.000 euro toe. Hè? Ja. Voor bloembollen gaat de 1%-regel niet helemaal op. Die neigt meer naar 0.5%. Bloembollenbedrijf, die gaat volgens mij wel door de miljoen euro heen gemiddeld. Ja. Dus dan zit je al met 0.5%, zit je ook op 5000 euro. Ik woon vlakbij melkveehouderij Kenter. Ze hebben ruim land voor hun koeien en halen zodoende 80% van hun voer van eigen land. Dat is gras en dat is snijmaïs. Het familiebedrijf is er trots op dat ze bijna circulair aan het boeren zijn. En als hun eigen land minder maïs en gras oplevert, moeten ze bijkopen. 1% minder opbrengst betekent 2000 kilo minder gras
en 2500 kilo minder snijmais. Er zijn heel veel oplossingen in discussie. Dan hebben we het over, we moeten meer belasting heffen op luchtvaart. We moeten het spoorvervoer heel erg uitbreiden. We moeten iets doen met biobrandstoffen. Nou, als je al die oplossingen bekijkt, en ik heb er een stuk of 15 groepen oplossingen heb ik in mijn scenario-studies meegenomen. Eigenlijk is er geen één die de emissies naar beneden brengt. Behalve als je veronderstelt dat we op een zeker moment tegen elkaar zeggen, we gaan gewoon minder vliegen. En ja, zo'n scenario, dat ziet er dus, vooral die beperking van die luchtvaart speelt daar een belangrijke rol in. Maar je moet er ook enorm investeren in hoogsnelheidslijnen. Echt op het niveau wat China al nu een jaar of 15 aan het doen is. En wat daar ook heel effectief is. Je moet er dan ook aan denken dat auto's echt allemaal of elektrisch worden of misschien met waterstof, maar in ieder geval zonder emissies. Je kunt op basis van zon- en windenergie, en als je daar dan CO2 en water aan toevoegt, aan dat mengsel van energie en stoffen, en je stopt het in een fabriek, dan kun je daar kerosine uithalen. Dat noemen ze synthetische brandstoffen, of e-fuels tegenwoordig, electrofuels. En deze brandstoffen, die zijn eigenlijk pas een jaar of drie geleden, vier denk ik, door de Duitse overheid met name op de agenda gezet na wat onderzoek. En daar zie ik nu wel een snelle ontwikkeling, die denk ik veel verder kan gaan dan de biobrandstofontwikkeling. En deze is nodig omdat we hebben nu eenmaal die 25.000 vliegtuigen in de lucht en er zijn er ook nog eens een keertje 10.000, 15.000 in bestelling. En die lusten maar één ding, dat is kerosine. Als je nu probeert aan contrails en wolkvorming iets te doen, dat kan heel goed. Want de militairen weten exact hoe je dat moet doen. Want een militaire bommenwerper, behalve in de Tweede Wereldoorlog, maar daarna wilden ze absoluut niet gezien worden. Zeker spionagevliegtuigen niet. Dus die vliegen om gebieden heen waar contrails voorkomen. Of ze vliegen er onderdoor of er overheen. En dat luistert soms heel nauw, maar het is wel bekend hoe je dat moet doen. En dat lukt ze heel goed. Dat kunnen we ook doen in de burgerluchtvaart. Maar ja, dat kost weer meer brandstof. Dus als je nu de afweging maakt van, ja, dan hebben we weer meer CO2 en dan nu wat minder klimaatverandering, maar in de toekomst weer meer. Dat is niet handig. Maar deze synthetische brandstoffen maken die afweging zo dat je het gewoon maximaal kunt gaan inzetten. Dan heb je nog wel een kostenpost. Maar goed, dan wordt luchtvaart maar een paar procent duurder. En van die alternatieve brandstoffen wordt het sowieso aanzienlijk duurder. Minder licht betekent ook dat de natuur minder CO2 omzet in zuurstof. Daardoor is het effect van de luchtvaart op het milieu nog sterker. Het zijn interessante tijden voor klimaatwetenschappers. De impact van luchtvervuiling en condensstrepen kon nooit eerder zo duidelijk worden gemeten. Het begint met een paar vliegtuigstrepen en binnen de kortste tijd is de lucht volgeweven. En al die strepen groeien uit tot een egale deken. De gevolgen van al die strepen zijn dus niet best. Maar wat ik eigenlijk veel erger vind, is de berusting. Nederland heeft strenge regels op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. En toch accepteren we het dat de lucht regelmatig vol zit met strepen en vliegtuigserres. Nu u deze documentaire gezien heeft, gaat u misschien ook meer op die strepen letten. En hopelijk zorgt die bewustwording voor actie. En misschien dat volgende generaties dan foto's en films zien van onze gestreepte luchten en zich verwonderd afvragen, hoe kon dat zomaar?